Vanaf de 17e eeuw woonden de rijkste Amsterdammers aan de Gouden Bocht. Vrijwel elk huis aan dit stukje herengracht heeft een interessant verhaal. In de 17e eeuw, als de welvaart van Amsterdam op zijn hoogtepunt is, voert het stadsbestuur de zogenaamde vierde uitleg uit: de vervolmaking van de grachtengordel. Dat is noodzakelijk omdat de stad uit haar voegen barst, maar ook om te voldoen aan de wooneisen van de allerrijkste Amsterdammers. Speciaal voor deze groep wordt een stukje gracht tussen de Leidse Straat en de Vijzelstraat gereserveerd. Hier kunnen dubbele kavels worden aangekocht, waar dus twee keer zo grote grachtenpanden op kunnen worden gebouwd. Kosten per enkele kavel 8000 gulden, omgerekend zo'n 500.000 euro. De uitgifte van de dubbele kavels is een enorm succes, hoewel er geen gevallen bekend zijn van wachtrijen met kamperende gegadigden zoals we dat tegenwoordig vaak zien. Het stukje Herengracht is in een mum van tijd uitverkocht... ...en volgebouwd met de meest luxueuze stadspaleizen. Eigenlijk zijn het landhuizen, maar dan tegen elkaar aan. Geschakelde landhuizen of rijtjespaleizen dus. Met minimaal duizend vierkante meter woonruimte. De Amsterdamse elite huurt de meest gerenommeerde architecten van die tijd in. Zoals Philip Vinkboons en Adriaan Dortsman. De voornaamste Amsterdamse families gaan hier wonen... En de buurt krijgt al gouden bijnaam Gouden Bocht. Aan de Herengracht 440 resideert Nicolaas Witsen, burgemeester van Amsterdam van 1682 tot 1706. Op nummer 458 is van 1927 tot 1940 kunsthandel Goudsticker gevestigd. Goudsticker overlijdt in 1940 bij een onfortuinlijk ongeluk op de Vlucht voor de nazi's, en zijn zaak wordt overgenomen door een Duitse oplichter. In de oorlog komt de tweede man van Nazi-Duitsland, Herman Geuring, hier enkele malen persoonlijk langs om te winkelen voor Hollandse meesters. Twee huizen verder. Herengracht 462 is jarenlang in het bezit van de vermaarde familie van Egen, maar anno 2019 zit hier een advocatenkantoor. In het pand ernaast op nummer 464 zit tot 2014 advocatenkantoor Moskowicz. Op nummer 466 vinden we het huis van burgemeester Johan Gilvink. Hij erft dit pand in 1762 van zijn oma Anna Hazen, lange tijd de rijkste vrouw van Amsterdam. Lang wonen doet Gilfink hier niet. In 1769 verkoopt hij het pand voor 250.000 gulden omgerekend zo'n 15 miljoen euro. Op dat moment waarschijnlijk het duurste huis in Amsterdam. Keren we via de Vijzelstraat om naar de onevenzijde van de Herengracht, dan komen we langs Herengracht 507. Ook hier een burgemeester als bewoner, maar wel eentje die te maken krijgt met Amsterdamse volkswoede voor zijn deur. In 1696 verzamelt zich hier een woedende menigte om daar de woonachtige burgemeester Boreel ter verantwoording te roepen voor zijn voorgenomen belastingmaatregelen. Er wordt een lantaarnpaal uit de grond getrokken, daarmee wordt zijn voordeur ingeramd. De zwaarlijvige boril ontkomt in zijn nachthemd ter nauwe nood via de tuin naar zijn buren, maar de menigte dringt zijn huis binnen en smijt alles wat ze daar kunnen vinden de gracht op en in. Zijn buurman op 520, collega burgemeester de Hazen, weet de menigte van zich af te houden door geld naar ze te werpen. Uiteindelijk grijpt de schutterij in en slaat de opstand neer. In de nasleep van de rellen worden twaalf mensen op de dam geëxecuteerd. Herengracht 475 staat lang bekend als het mooiste huis van Amsterdam. Het is het Huis de Neuviel uit 1665, gebouwd op maar liefst drie kavels. In 1733 wordt het voor 70.000 gulden, omgerekend zo'n 5 miljoen euro... Verkocht aan de rijke Petronella van Lennep de Neuville, die het vrijwel geheel opnieuw laat opbouwen. De ingetogen zandstenen gevel staat schil in contrast met wat zich achter de voordeur bevindt: een klassicistisch paleis vol overdadig beeldhouw, stuk en schilderwerk. Maar ook de superrijken ontkomen niet aan het noodlot. In 1772 komt het huis van de ene op de andere dag leeg te staan. als de gehele familie van Lennep omkomt bij de grote schouwburgbrand van 11 mei dat jaar. Tegenwoordig is de Herengracht 475 in gebruik als kantoor van een Amerikaans elektronicabedrijf. Daarmee is het niet alleen het mooiste huis van Amsterdam, maar ook de mooiste werkplek. Een schil contrast met de drukke Leidse straat anno 2019, waar onze wandeling eindigt.